Danny's kilt aan de blauw, van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Harry Potter... Oh, ik druk op de verkeerde knop. Van de Harry Potter Generations race tussen mij en Rusty. Yes! Welke moeilijkheidsgraad heb je staan? Easy. Okay. Ik had hem nog nergens op staan. Natuurlijk doen we easy. Ik bedoel, de game is al kut genoeg. Nee, oké. Okay. Nee, niet dat we zo meteen ineens... dat ik ineens zo dope ben en jij ineens 20 hits kan tekenen... omdat hij mij op hard zit op easy. Dus Dat is trouwens wel een goed idee. Ja, dat denk ik toch niet. Jammer dat je dit niet kan overslaan. Hé, ik ben sneller dan jij. Haha! Jij was al sneller bezig met het begin, want ik moest eerst nog aangeven waar hij moest opslaan. Oké, vooruit. Overigens ziet jouw er wel veel mooier uit. Voor de mensen thuis, ik speel de Wii-versie, dus het is een beetje behelpen met controls. Ja, ik speel de Xbox-versie, dus... Oh, de Xbox-versie. Oh, ik dacht de PC-versie. Speel je met controller? Ja. Oké. Natuurlijk. Nou, ik heb het dus met controller geprobeerd, maar dat is echt kut. Als in van de Wii-versie controller, hè? Jouw is al niet... Ja. Jouw is erop gemaakt. Ja, daarom. De mijne is erop gemaakt, dus dat is ideaal. Duurt lang. Ja, zeg dat. Waarom kan je dit niet overslaan? Waar is mijn zandlopertje als ik die nodig heb? De zandlopertje? Ja, in deel 2 wordt toch zo'n zandloper. Kan je toch doorspoelen door op enter te drukken en dan in de computerversie. Als jij het zegt. Kan je op enter drukken en dan komt zo'n zandlopertje in beeld. Hm. Oh, Milan, hij Voldemort heeft de spreuk al gebruikt. Ik zie 3 Harry Potters. Oh nee. Ik zie er wel iets. Ik zie er 5. Oké, dit speelt nu al een stuk beter dan net. Want net was ik zo aan het kut. Ik had net even geplaytest. Oké, zo werkt het. Kom op, Hagrid, vliegen! Hallo Hagrid, hoe is het ermee? Je bent wel veel veranderd vergeleken met PlayStation 1. Ja. Er is zelfs een skin van je gemaakt, van je PlayStation 1 versie. Ja, die heb ik trouwens, hè. Ja? Nice. Ja. Heb je nog veel gespeeld? Ja, want ze hebben van allerlei dingen toegevoegd, dus... Wat hebben ze toegevoegd? Vertel mij eens. Ze hebben nu een Hogwarts Legacy personage erin gezet. Wie? Ominous? Vraag me niet waarom, maar Ominous. Oh ja. Die jongen van Ravenclaw die helpt met sterren kijken. Oh. Poppy van Hufflepuff. Ja. Yeah. En dat meisje van Gryffindor. Dat meisje. Ja. Oké. Ja, die ook een hele verhaallijn krijgt. Oké. Oh, met wie is samen die hypogrief bedrijf? Oh ja, dat donkere meisje. Ja. Ja. Oh, en jij krijgt ook hoe heet dat? Van die stralen achter je bezem. Ja? Oké, vet. Ja, op de kleur van je afdeling. Hallo, ik heb jou toch geraakt? Ga dood! Maat, Milan zit al in een tunnel. Ga neer! In een geheime tunnel, om precies te zijn. Oké, mooi. Ik ga nu ook naar de tunnel. Geheime tunnel. Oh ja, dit is fijn. Lekker veilig over de snelweg, joh. Ga even lekker toveren met z'n allen. Tuurlijk. Kom op, Oké, Hagrid reed gewoon een trackcontrolebot slagboom door. Maakt hem een touwtje.
als Hagrid nou eens recht gaat vliegen, dan kan ik ze ook raken, zeg maar. Hagrid, ja, ik snap je punt. Ik snap je punt helemaal. Hagrid, waarom ben je aan een spookvliegen? Zo is Hagrid. Ja, ik snap je punt wel met dat rechtvliegen. Jezus. Hagrid, hou dat ding recht! Oh, zitten hier nog twee? Oh, echt, Hagrid, ik doe je wat! Je hebt geluk dat ik geen aanvaardelijke daver kan gebruiken, joh, want anders... Op Hagrid? Ja, dan was het... Oh, wacht. Oh, ik heb misschien... Oh, ik heb hem niet gevonden. Om aanvaardelijke daver te gebruiken? Ja. Nice. Wacht, ben ik dood gegaan? Oh mijn god, ik ben dood gegaan volgens mij. Of niet? Oh nee. Nee, gelukkig niet. Nee, wacht, die moest kennen. Nee, tuurlijk ben ik niet dood gegaan. Ik kreeg alleen een laadscherm mid-vlucht. Ik dacht van, wat de fuck gebeurt er? Maar het was een cutscene. Met nadruk op kut. Oh ja, zelfs Voldy is er. Ja, Voldy is aan het chillen met mij. Wie zegt dat je won't escape this time? Waar ben je? Show your face! Oh, daar ben je. Oh. Ja. Wat een ellende is dit. Waar is Snape eigenlijk die... Het hier vermoord, dat heb ik even gemist. Dat is nog niet gebeurd. Jawel, dat gebeurt niet in deze game. Oh. Nou, ik heb dat laatste scherm niet. Bij mij is het gewoon meteen cutscene. Wauw, dat je zou winnen. Ja, natuurlijk. Waar zitten er dan nog? Ja. Beesten. Mooi! En kom eruit, dan schiet je allemaal dood. Jezus, ik kan ze niet eens raken, joh. Harry, schiet gewoon goed. Doe niet moeilijk. Go, harige Ingrid. Oh, hij valt die ook hier. Oh, Voldemort vliegt die bij mij gewoon door de grond heen. Dat kan gewoon. Ik zit hier trouwens wel op Voldemort te schieten, maar moet ik überhaupt wel op Voldemort schieten? Hoppa. Peeling away! Oh, wacht, dat is een andere. Jawel. Not me! Not Hermione! Yo! Oh, nee. Ja, soepele landingen. Lekkering. Dat is een hele goede soepele landing. Ver dik me, joh. Ja, dit herinner ik me niet. Nee, het is ook heel anders dan hoe het op elke andere manier gebeurt. Ja. Zo. Wat ik wil zeggen, ik herinner me dat Harry gewoon goed aankwam in plaats van een motorcrash. Nou, in de film is het ook wel een soort van een motorcrash. Ja, oké, okay, maar dan landen ze in de sloot. Ja. Kennen we dit? Kan ik dit skippen? Ik loop nu al achter. Da,
That xenophilia is love good. Nou, we hebben het erover gehad, maar hij was bewusteloos. Clackering. Kan ik niet rennen? Nee, kan jij niet. Nee. Ja. Ja, wat een leuke reactie, Ari. Ja, zou het hem interesseren als het die holocaust is? Ah, boeit me niet. Nog gezelligheid weer. Hey! Gaan we nog stoppen met ouwe hoeren? Never! Waar zit jij nou weer gelijk weer spreuken te schieten op iedereen? Nee. Ik moet alleen weten waar ik naartoe moet. Maar oh, ik zou het leuk vinden als je wat harder kan lopen. Ja. Ja, ik vind het helemaal prima, meneer Lovegood. Wat het duurt. Arthur. Oh, Arthur. Meneer Wemel. Ron, we zijn op een bruiloft. Maak je niet zo druk over die holocroxes. Oh, ineens kan hij een hartstuk harder lopen. Heel bijzonder dit. Oh, hallo Arthur, hoe is het mee? Oh, oké. Okay. En waar is... hoe heet die? Meneer van het ministerie. Loading. Select spells to match situations. Some spells work better against... Okay. Barriers and objects can be used for protection. Use to take shelter. Okay. Ja, we hebben inderdaad een bruiloft om te vieren. Oh, ik zie hier alweer meteen iemand vechten, joh. Your spells are now more powerful. Wat? Ga dat, jij vuil in dit aan. Oh. Oh, en... Daar zijn de dooddoeners. Heel gezellig weer. Wow, er zijn nog meer. Kijk, goed zoek, game. Mij geen laadscherm geven. Gewoon meteen door. Waarom ben jij aan het typen? Ik ben niet aan het typen. Oh, er staat bij mij in een Discord. Milan is aan het typen. Ja, ik klikte net ernaast. Sorry. Ah. Oh, je spel is nou powerful. Nice. Waar zijn ze? Oh, hi.
Oh. Ortego. Yo, kom eruit dan. Ik ben Machine Gun Harry. Zo. Ah, joh, Ron, dat zijn kleinigheidjes als die er ook is, joh. Hier, pas op, Pat, dooddoeners. Dat dacht ik. Oh, ik ben bijna dood volgens mij. Oh, nice! Dat is wel een goede service. Oh, oké. Okay. Oh, nou. Met wie? Wie is nou weer met Arthur samen aan het vechten? Oh, oké. Okay. Ik heb het idee dat ik Milan heb ingehaald. Echt? Ik ga nu weg. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, joh. Ik doe echt maar wat voor mijn gevoel. Ik wil zeggen, ik ben nu ergens in. Weet ik het waar. Oh, je moet gewoon naar de bureau lopen. Hey. Oh, ze heeft de mantel gebracht. Wat? Reach level 3? Hoe dan? Oh, are you sure? Wacht, hoe doe ik die mantel? Mantelig. Oh. Ineens heb ik die mantel om, oké. Oh, die... Al die moeite voor met een onzichtbaarheidsmantel voor een krant. Quietly sneak back. Oké. Okay. Mogen we naar Ronnie Pony? Oh, ik moet het nog een keertje oversteken. Waarom trouwens van die geheime silence missies? Oké, ineens is die mantel weg, oké. Welke vrouw? Ja, Ron, zij is een dooddoener. Ze zien er bij jou wel een stuk anders uit. Dat geloof ik. Ja, ik zit nog even bij jou mee te kijken, want ik zit hier met een vrouw te babbelen. Oh, als je stilstaat, dan krijg je weer power. Ja, dan laai je je mantel op. Meest vreemde gimmick, maar... Oh, oké, okay, die weg is nu dicht. Ho!
bust er gewoon even tegen iemand aan. Je loopt gewoon in de weg. Moet gewoon naar de kant als ik eraan kom, joh. I'm the famous Harry Potter. Was dat deze? Echt, ik duw de knop in om... Oh, de tijd is voorbij. Ik ben weer zo slim, Rick, die midden op straat even de knop indrukt van... Hé, jongens, we doen even de mantel af. Oeps. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. In de volgende aflevering zijn we weer bij je terug. Adios, amigos.